Ten eerste, heren, hoe gaat het? Het gaat lekker. Een lekkere weekend achter de rug. Een lekkere hele periode achter de rug. 2016, zoals iedereen weet, was een hectische, succesvolle jaar voor ons geweest. 2017 concert gehad en vervolgens muziek gaan maken en nu zitten we hier. Ja, ik wil nog even terug naar 2016, want jullie hebben een veel bewogen jaar gehad natuurlijk. En dat komt ook uiteindelijk terug, delen daarvan komen terug op de nieuwe plaat. Dus als we even was er een moment voor jullie dat je dacht van oké, nu gaat alles anders worden? Was er een specifiek moment? Dus je dacht van nu loopt het... Eigenlijk niet. Okay. Waarom ik dat zeg is omdat vanaf de tijd dat we zeg maar, de keuze hebben gemaakt om muziek te gaan maken, dat is... Iets wat we niet, is niks geforceerd of zo. We zijn gewoon ermee begonnen omdat we verveelden ons gewoon in de buurt. Toen hebben we gewoon een poging gedaan, zijn we gewoon muziek gaan maken. En vanaf dat moment is alles, hoe zal ik het zeggen, in een stijgende lijn gegaan. Mm-hmm. Dat hebben we ook vaker gezegd als mensen ons vragen van hoe is dit tot dit punt gekomen. En nu zitten we hier. Onze nieuwe plaat aan te kondigen, dus lekker spannend. Ja, even terug naar het allereerste begin dan, want ergens in de tekst komt ook terug, ik ben even vergeten welk nummer dat was, maar Broederliefde kwam precies op de juiste tijd. Waarom? Wacht, is dat ook weer? JM, ja. Ik bedoel van, het kwam precies zeg maar in een moment van, hoe mag ik het puberteit noemen? Ja. Misschien de tijd dat we zeg maar, als jongboys aan het puberen waren, aan het zoeken waren naar vastigheid. Nee, ja, we waren gewoon aan het zoeken naar een stabielere leven, naar meer dagelijkse bezigheid. Mm-hmm. En dat was het moment dat we muziek begonnen te maken. En het is net gekomen, denk ik, voor het moment dat de jonge mensen uit onze buurt, waar het meestal fout gaat. Het is net voor dat moment gekomen en daar ben ik God en de mensen die ons hebben gesteund hierin echt dankbaar voor. Tot op de dag van vandaag en dat zou ik ook, zijn we ook echt altijd dankbaar voor. Gewoon zodat, dit heeft ons gewoon van het slechte pad afgehouden als het ware. Hoe beschrijven jullie de eerste maanden, misschien jaar? Want dat is ook iets terug, komt in de tweede track. Steen? Steen. Het was een lange weg, een aantal dingen misgegaan. Hoe waren die begindagen voor jullie? Dat het een beetje begon te lopen en was er ambitie? Was er veel ambitie? Ja, zeer zeker. Er was zeer zeker ambitie vanaf dag één, weet je. Het is niet dat wij zeg maar tegen elkaar hebben gezegd van hey jongens, dit willen wij, dit moeten wij. Mm. Het is gewoon zo gelopen, weet je. Vroeger wouden we altijd profvoetballers worden, Dat is niet zo gegaan zoals wij in ons hoofd hadden. Maar uiteindelijk hebben we toch, zeg maar, ja, of je het een uitweg noemt of niet, we hebben toch iets gevonden waar we succesvol in zijn geworden en waar we heel trots op zijn. En daar sluit ik me ook aan bij Jer, wat hij net zei. Met dank aan de mensen die ons lief hebben, die ons gesteund hebben, onze omgeving, die het positieve met ons eruit hebben gehaald, weet je. En vanaf dag 1 zijn we wel gewoon keihard mee bezig. Niet op basis van muziek, maar gewoon de band versterken. Elkaar scherp houden. Elkaar beter willen maken. Het gewoon een hechte band proberen te houden. En dat is aardig geluk en wordt met de dag steeds sterker. Met dat in gedachten dan, jullie hebben nu een nieuwe plaat gemaakt. Wat is één ding dat jullie hebben geleerd van elkaar tijdens het maken van die nieuwe plaat? Of wat jullie hebben geleerd over elkaar? Nee, dat is denk ik weinig wat we niet van elkaar weten. Maar je leert, je leert eigenlijk hoe goed je broeders zijn, je collega's in dit geval. Dat leer je eigenlijk meer van. Je schrikt gewoon keer op keer van waar ze toe in staat zijn op muziekgebied. Mm. Want gewoon persoonlijk en qua karakter ken je elkaar gewoon door en door. Dus daar schrik je niet echt meer van. Het zijn eigenlijk meer op muziekgebied verbazen deze jongens me elke keer. En ja, ik denk dat het andersom. Ik wil nog wel wat zeggen. Wat ik merk, wat we wel hebben geleerd is
We zijn er niet echt mee bezig geweest. We zijn niet bezig met het overtreffen van wat we hebben neergezet in onze leven. Van het succes van onze vorige plaat. En dat hebben we onszelf dit keer wel aangeleerd. Hoe wij daarmee willen omgaan. Hoe wij daarmee omgaan. Dus dat we vooral niet bezig zijn met het overtreffen ervan. En gewoon lekker vrij in onze hoofd houden. En gewoon weten waarom we dit zijn gestart en waarom we het leuk vonden. Dat, ik denk dat we dat vooral elkaar hebben geleerd in het maken van deze plaat. Ja, want afgelopen jaar met die succesvolle albums en singles, dan komt toch heel veel succes. Ook iets dat veel terugkomt op de plaat. Was dat moeilijk om mee om te gaan? Moeilijk wil ik niet zeggen. Het was wel natuurlijk anders als voorheen. Je merkt dat alles nu veel groter is. Dingen worden ook sneller uitvergroot. Je moet wat meer letten, extra opletten op wat je doet. Je hebt gewoon een voorbeeldfunctie. Je bent een bekende Nederlander. En dat is niet iets wat ons zeg maar is geleerd te vroeger. Van jongens, als dit gebeurt, dan moet je zo en zo doen. Dan zijn we gewoon gaandeweg en met elkaar achtergekomen. En zo doen we het nog steeds. Dus we leren nog steeds elke dag. En we proberen zo goed mogelijk mee om te gaan. En ja, het is leuk. Dat is eigenlijk wel het belangrijkste, denk ik. Super sterk. En nu hebben jullie op live, want om door te gaan op succes, op live zit een stukje van Bob Marley in het begin. En dan wordt hij gevraagd naar wat is rijkdom. En hij zegt, my richness is life. Dus vanwaar dat stukje in die tekst? Ja, wat Bob Marley daar gewoon uitlegt is dat materiaal heeft eigenlijk geen waarde, snap je? En dat is ook echt iets bij ons. Wij zijn echt gehecht aan elkaar. We zijn gehechter aan elkaar dan aan materiaal, snap je? En dat is ook wat Bob Marley in die paar seconden zegt. Van die man vraagt hem van, heb je zoveel, ben je rijk? Hij vraagt, wat is voor jou rijk, snap je? Voor iedereen is het anders. Die man zegt, heb je een miljoen op de bank? Hij zegt, nee, dat is niet mijn manier van rijk zijn. Mijn manier van rijk zijn is leven, voor altijd. En ja, we hoeven met elkaar leven en dat heeft veel meer waarde dan materiaal. Ja, want met succes komt natuurlijk ook wel de materiële kant, die hebben jullie ook, denk ik. Maar hoe zouden jullie succes definiëren dan? Ja, succes is eigenlijk, is één woord eigenlijk. Wanneer ben je succesvol? Die vraag kun je dan aan jezelf stellen, in de spiegel kijken en durf je die vraag aan jezelf te stellen, wanneer ben je succesvol? En in ons geval is dat, die vraag stellen we ook gewoon zelf aan elkaar en vragen we ook gewoon elke dag af van, zijn we succesvol? Zijn we doorgebroken? Ja, wij zijn succesvol, weet je. En voor ons succes, wat betekent succes voor ons? Succesvol betekent van, heb je meer bereikt dan dat je wou bereiken, weet je. We hebben nooit echt eigenlijk een doelstelling of een mijlpaal gehad. Maar we hebben wel heel veel bereikt voor jongens die uit een moeilijke wijk komen, weet je. Spangen wordt toch wel gezien als een achterstandswijk. Ja. Je hebt niet alle faciliteiten en mogelijkheden om zo snel mogelijk door te breken. En als je dan als een van de grootste artiesten op dit moment van de Benelux wordt gezien. Als je dat dan mag bereiken en vooral met je familieleden, zoals wij het zien, dan mag je dat wel voor je tegen jezelf zeggen. Ja. Nee, maar nu Ems dit ook zegt, ben ik God ook echt dankbaar dat wij iets überhaupt zijn hier in de maatschappij. Snap je wat ik bedoel? Dat hadden we nooit gedacht, want eerst wil iedereen profvoetballer worden. En op het moment dat niet meer lukt, denk je van, wat nu? Snap je? En dan uiteindelijk ben je gewoon een voorbeeldfunctie. Ja, dat is... Dat is geweldig. Dat is echt mooi. Waarin merken jullie dat? Want natuurlijk, vooral de laatste jaren is hip-hop toch en rapmuziek is heel erg deel van de jeugdcultuur. En waarom merken jullie invloed op de jongeren en op mensen? Ja, ik bedoel, ja, dat merk je aan alles toch? Ik bedoel van, kom op. Als ik jou dat ga vragen, ga jij zoveel dingen opnoemen. Maar ik bedoel van, als we een klein foutje maken of als we een positieve beweging maken, noem het maar op. Snap je? Dus ja, daar merk je gelijk van, wow, oké, dit is wat de naam doet hier in Nederland. Het heeft dus impact op wat wij sowieso doen hier in de maatschappij. Dan besef je wel dat je moet gaan uitkijken met wat je doet, snap je?
Ja, precies. Je hebt de negatieve kant, je hebt ook de positieve kant, weet je. En wij proberen altijd gewoon het negatieve om te zetten in het positieve. En het positieve gewoon het uiterste eruit te halen, weet je. En een mooi voorbeeld daarvan is gewoon... Jermella hebben ook kinderen bijvoorbeeld. En vanuit eigen huis zie je ook gewoon... Je bent sowieso een voorbeeld, weet je. Sowieso als je vader bent, of je bekend bent of niet, ben je sowieso een voorbeeld. Heb je sowieso een voorbeeldfunctie. Maar als je dan nog muziek erbij maakt en... Die jongens sturen me af en toe filmpjes van hun kinderen. Ik zie het ook als mijn kind, weet je. Sturen ze filmpjes en dan is het mooi om te zien dat hun vader dan zeg maar succesvol is en liedjes maakt en hun daarop losgaan, weet je. Dat is wel een mooi voorbeeld om die wij dan meemaken. Mm-hmm. Los van alle andere kinderen die erop losgaan. Ja. Hebben jullie misschien een voorbeeld, iets dat is bijgebleven? Misschien dat een fan tegen jullie heeft gezegd? Ja. Of... Ja, zeker man. Dat komt ook zeg maar, terug op de vraag van daarnet. Ja. Zeg maar, wat ik merk is, zeg maar, we zijn dit begonnen omdat we het gewoon leuk vonden. We begonnen gewoon als feestelijke boys kwamen we in de scene. Maar we zijn natuurlijk ook opgegroeid met gewoon echte hip-hop. En opgegroeid met artiesten zoals Winne, Vijs, Campy, Hef en Unique. En gaan we ook verder gaan. En op een gegeven moment, toen dat begon door te breken, zijn we gaan laten zien van, weet je, wij kunnen ook daadwerkelijk rappen. En dat is ook wat we wilden doen. En op een gegeven moment was het zo ver gekomen dat op een gegeven moment merkte je dat je zeg maar een stem hebt, hoe hij zegt, in de maatschappij. En dat we op een gegeven moment mensen wilden laten zien en laten weten hoe wij over bepaalde dingen denken. Wat wij bijvoorbeeld de juiste manier van leven vinden. Wat wij de juiste manier van broederschap, van liefde, dat wij dat heel belangrijk vinden. En je merkt ook als je bijvoorbeeld met fans praat, dat ze die dingen ook gewoon oppikken. Bijvoorbeeld dat jij nu zegt van waarvoor we hebben gekozen voor dat stukje van Bob Marley, voor die track. En dat vind ik ook mooi, het feit dat zeg maar tot je doorkomt, want wat hij daar zegt, ik hoop gewoon dat de fans ook echt daarna gaan luisteren en beseffen dat ook echt dingen worden meegegeven. Want zoals Ems net zegt, wij komen uit de achterstandswijk, het is net als iedereen wil de Champions League spelen, maar wij moeten nog heel veel voorronde wedstrijden spelen voordat we daadwerkelijk in aanraking komen voor de Champions League wedstrijden. Maar dat is ook voor de mensen die ook in een soort gelijke situatie zijn, dat ze gewoon weten dat het haalbaar is, alleen dat ze wat harder ervoor moeten werken dan andere mensen. Maar dat is gewoon zo en dat is gewoon een kwestie van bewustzijn en accepteren. Ja, maar dat, precies, dit allemaal wat hij heeft gezegd, dat hoor je ook terug in onze nieuwe album. Snap je? Als je goed luistert naar wat er gezegd wordt. Ja, precies dit wat hij zegt, snap je? Om een boodschap mee te geven aan de maatschappij. Dus daar zijn we bewust van dat we een groot impact hebben, snap je? Ja, want dat is wel interessant, want zoals je zegt, jullie hebben een voorbeeldfunctie en bekende Nederlanders. Maar dat betekent, wat internet betreft, ook een soort van keerzijde. Dat mensen ook hun mening hebben over jullie en dat ook graag willen uiten. Goed of slecht. Klopt. Goed of slecht. De ene keer is het van, gaan ze oordelen gelijk op iets negatiefs wat media heeft gezegd. En dan de ene keer gaan ze weer oordelen op iets wat de media weer positief heeft gezegd. Dus ja, dat is normaal. Dat heb je eenmaal. Snap je? Mensen die jou niet kennen en die jou alleen via tv zien of Instagram of noem het maar op, snap je? Die gaan altijd oordelen op wat ze zien. Maar als ze even in een kamertje zijn geweest voor een dagje, praten ze heel anders. Dan is het van nee, hij is niet zo, of nee, hun zijn niet zo, of nee, hij bedoelt het niet zo. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dat is normaal. In die zin, denken jullie dat er een misconceptie bestaat over jullie? Dat mensen misschien een misconceptie hebben over wat jullie doen? Ja, daar wou ik zeg maar eigenlijk op terugkomen, weet je. Wij zijn niet hier gekomen om het tegendeel te bewijzen, weet je. Wij zijn gewoon onszelf, ten alle tijden zijn we ook onszelf geweest. En als wij dat maar van onszelf weten, onze mensen, die onze omgeving, als hun dat maar weten, dan is het goed voor ons, weet je. En natuurlijk, er komt van alles voorbij, weet je. Meningen, slechte meningen, goede mening, vrijheid van meningsuiting. En over de slechte mening, iedereen mag een slechte mening hebben. Als je dat vindt of niet vindt, dan is dat allemaal goed. Maar waar wij niet eigenlijk mee zitten, we zitten er niet mee, maar wat dan wel opvalt is dan zeg maar mensen die een mening hebben, die een mening klaar hebben en andere mensen proberen mee te sleuren met die mening van hun om ons daardoor te breken of kapot te maken of mensen te beïnvloeden om dat ook te gaan vinden, weet je, om mensen over te halen om dat ook te vinden terwijl hun het positieve zeg maar eruit halen en inzien. Ja.
Ja, lijkt me lastig. Dat mensen hebben toch altijd een beeld van je. Ja, van precies. Je en iedereen heeft een oordeel, weet je. Ja. Iedereen denkt misschien wel, bij mij zullen ze denken van, hij is arrogant. Of bij Shaf of bij een van de andere jongens van, dat zijn arrogante jongens. Maar zo zitten wij niet in elkaar, weet je. Maar wat ik al zei, wij zijn niet hier gekomen om het tegendeel te bewijzen. Of op social media uit te leggen van dat wij niet zo zijn. Ja. Je mag vinden wat je vindt. Als je dat vindt, uit je mening, weet je. Wij weten wel hoe we in elkaar zitten en waar wij hiervoor gekomen zijn, wat wij precies proberen te bereiken. Ja. En dat is voor onze mensen zorgen en succesvol te blijven, gezond te blijven en door te groeien.